Goedemiddag allemaal. Welkom bij mijn eerste live video. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit gedaan. Allereerst hoop ik dat het allemaal heel erg goed met jullie gaat. Dat niemand klachten heeft. Dat je niks nodig hebt. Weet dat wij gewoon aan het werk zijn als er wel iets is wat je eventueel nodig hebt in deze tijd. Er is een telefoonnummer wat je kunt bellen als je boodschappen nodig hebt. Dat soort dingen. Maar vandaag, ja, wij werken ook thuis. Of ik werk thuis. En vandaag is het pannenkoekendag. En normaal hadden we misschien met bewoners iets gedaan. En pannenkoeken uitgedeeld met de bakfiets. Of in het huis van de wijk met een groepje pannenkoeken gebakken. Maar nu kan dat allemaal niet. Want we moeten zoveel mogelijk afstand bewaren. Dus ik ga het vanuit huis doen. En als ik aan pannenkoeken denk, dan denk ik meteen aan mijn oma. Mijn oma maakte altijd pannenkoeken als wij op bezoek kwamen. Er zijn vast meer oma's daar die dat samen met jullie deden. Maar ja, dus vandaag ga ik mijn oma's pannenkoeken voor jullie maken. En ik heb jullie een bijzonder recept beloofd. Dus dat kun je verwachten. Mijn oma was een hele bijzondere vrouw. Zij heeft dit kleed wat achter mij hangt gemaakt, onder andere. Een enorme vis. Ze heeft er ook 4 jaar over gedaan. En ik mag hem nu gelukkig hebben. Ik kan helaas niet meer aan haar het recept vragen, want ze leeft niet meer. Maar mijn moeder weet gelukkig nog wel een beetje hoe het ongeveer ging. Dus we gaan naar de keuken. En daar ga ik jullie laten zien wat ik ga gebruiken. Ik ga hele normale ingrediënten gebruiken, zoals bloem en melk. Maar daarnaast paprika, ui, knoflook en gember. Ja, klinkt heel vies, is echt heel lekker. Als kind wist ik niet anders dan dat pannenkoeken daarmee gemaakt werden. Want ik had het vooral bij oma en mijn moeder thuis maakte het ook vaak op deze manier. Dus toen ik voor het eerst op een kinderfeestje pannenkoeken kreeg die niet rood gekleurd waren, vond ik dat vet gek. Dus het is echt heel lekker, geloof me. Ik ga je nu laten zien hoe ik het ga maken. Ik heb een muziekje op de achtergrond. Als het te hard is, laat het me even weten. Dan zet ik dat uit. Ik begin met 150 gram volkoren bloem. Je kan ook gewoon bloem gebruiken. Maar ja, ik wilde net iets gezonder en vullender. Ik gebruik ook amandelmelk. 400 milliliter. Jeffrey is me al voorgegaan. Jeffrey Scholte. Die heeft ook hele lekkere pannenkoeken gebakken. En hij gebruikte dezelfde hoeveelheden. Het is een beetje, nou ja, 150 gram bloem, 400 milliliter melk of vocht, snufje zout en 2 eieren. En daar maak je ongeveer 8 pannenkoeken van. Ik voeg eerst de helft van de melk toe. En dan ga ik even kloppen. Je wil geen klontjes, dus je moet goed stevig mengen. Het is wel echt al een eeuwigheid dat ik geleden pannenkoeken heb gemaakt. Dus ik hoop dat het smaakt. Zo. De rest van de melk gaat erin. Oh, ik zie allemaal mensen die kijken. Hallo. Zo. Voor de mensen die net hun livestream aanzetten. Het is pannenkoekendag. En ik ben pannenkoeken aan het bakken vanuit huis, omdat het in het huis van de wijk niet meer kan. Ik gebruik 150 gram volkoren bloem of meel en 400 milliliter amandelmelk. En daarnaast gebruik ik een combinatie van hele interessante ingrediënten. Namelijk een rode paprika, een uitje, een teentje knoflook en 3 stukjes stemgember. Klinkt misschien een beetje raar, maar het is echt heel erg lekker. Als kind kreeg ik het altijd en je proeft er helemaal niks van.
is mijn oma's recept. Die heeft dat zelf bedacht. Dat is een hele bijzondere vrouw. En ik ken mijn pannenkoeken niet anders dan op deze manier. Goed, het is genoeg klopt. Er zitten geen klontjes in. Dus nu gaan de eitjes erbij. Dat is vooral om het een beetje kleur te geven. Als je net vegan wil. Ik las net bij de video van Jeffrey Scholten dat je in plaats van ei ook pindakaas kunt gebruiken. Dat heb ik dan weer nog nooit gedaan. Maar dan heb je een eventuele vegan optie. Er staan vast veel recepten op internet. Maar met de smaak doet ei niet verder niet heel veel. Oh, ik heb trouwens natuurlijk heel goed mijn handen gewassen van tevoren, zeker in deze tijd. Maar dat moet eigenlijk altijd als je aan het koken bent. Oké, mijn beslag is klaar. Het hoeft niet heel veel dikker dan dit. Ja, je kan het denk ik niet heel goed zien. Maar het is prima zo. Ik ga even herrie maken. Ik ga namelijk mijn speciale ingrediënten, paprika, ui, knoflook en stemgember, voor de mensen die net aan het kijken zijn, ga ik blenden en door het beslag doen. Een eigen show op 24 Kitchen. Nou, liever niet. Ik ga even herrie maken, sorry jongens. Heerlijk. Zo ziet het eruit. Heb je geen keukenmachine, dan kun je ook gewoon alles toevoegen aan je beslag en er dan een staafmixer in zetten. Het is heel grappig wat geur doet, want dit is echt meteen associatie met oma. Oh ja, dus een paprika, een ui, een teentje knoflook en 3 stukjes stemgember zitten erin. Oh, ik knoei. Ik kan nog een klein beetje gembernat ook toevoegen. Dit is lekker voor de zoetigheid. Oké. En dan krijg je beslag. Wat deze kleur. Oh, even kijken. Zo. Deze kleur heeft. Beetje roze, zalmroze-achtig oranje. Maar goed, ik kende dus mijn pannenkoeken niet anders dan dit mijn hele leven. Totdat ik een keer op een kinderfeestje kwam en ik witte pannenkoeken kreeg in plaats van rode. Dat vond ik heel raar. Oké, nou. Ik bak het liefst mijn pannenkoeken in boter. Want dat wordt iets minder heet. Dus dan brandt het niet zo snel aan voordat je deeg nog niet gaar is, zeg maar. En de pan moet heel goed heet zijn. Dat is natuurlijk waarom de eerste pannenkoek vaak mislukt. Omdat de pan nog niet warm genoeg is. Eventjes mijn comments kijken hoor. Oma's recept. Ja, precies. Dat is wat ik ga doen. Dus, en het is voor mij ook een eeuwigheid geleden. Het is inmiddels al, nou, 10 jaar terug overleden. En ik maak eigenlijk nooit pannenkoeken, behalve 1 keer per jaar.
Dus ik ben benieuwd. Ik zag bij Jeffrey al hele leuke recepten voorbij komen. Met pindakaas in plaats van ei, als je een vegan optie wil. Met yoghurt, met natuurlijk met kaas. Is heel lekker. Zelf gewone pannenkoeken doe ik ook wel eens met spinazie erop. Maar met dit recept is het al genoeg hartig. Dus dan heb ik gewoon mijn mooie paprika beslag. En dan doe ik er lekker stroop op. Vind ik heel lekker. Niet per se gezond, maar... Oké. De boter is aan het bubbelen. Dat betekent dat hij warm is. Dat het klaar is met bubbelen, dan kan het erin. Ik ben heel benieuwd of jullie ook allemaal pannenkoeken gaan eten vandaag. Het is natuurlijk een gekke periode. Dus we moeten elkaar gewoon maar op andere manieren vrolijk houden. Ik ga het nog een keertje herhalen. Ik heb een heel mooi rood beslag, pannenkoekenbeslag. Omdat mijn oma altijd pannenkoeken maakte met ui, knoflook, paprika en gember door het beslag heen. En zelf doe ik het nu met volkorenmeel en amandelmelk. Dat deed oma niet. Maar ik vind het wel lekker. Amandelmelk geeft het net iets zoeter. En het is iets beter voor het milieu dan gewone melk. En ja, verder zitten er wel twee eitjes in. Dat dan weer wel. Ja, ik heb heel veel planten in huis, Karin. Dat klopt. Ik kan straks wel even een toertje geven. En nu is het wachten. Het gaat altijd wat sneller als je langer bezig bent. Ik had ook twee pannen kunnen doen, maar ik vond dit al genoeg multitasken. Inderdaad, als we weer allemaal in het huis van de wijk mogen komen, Ria, dan ga ik eens een keer live voor jullie bakken. Beloofd. Jullie kunnen de pan niet zien, hè? Nee, het associeert mij met oma, de paprika mix. Ze ruikte daar niet naar. Nee, dat klopt. Maar ze bakte al heel lang zelf geen pannenkoeken meer. Nou, deze vragen iets meer tijd, omdat ze door de paprika ook wat vochtiger zijn. Dus we moeten gewoon een beetje geduld hebben. Ik ben benieuwd naar jullie recepten en jullie dagen. Nu in deze tijd. Ik vind maar niks. Maar ja, alles om gezond te blijven, nietwaar? Mijn collega's zijn gewoon aan het werk in het huis van de wijk. Helden. Zelf had ik een beetje last van mijn keel, dus blijf ik nu thuis. Maar het gaat alweer een stukje beter, dus ik verwacht na het weekend gewoon weer lekker aan de slag te zijn. Ik denk niet dat ik corona heb. De slag is iets te dun. Dus ik doe er een klein beetje bloem bij. Dat kan je soms pas na de eerste pannenkoek zien.
als je het een keer gaat proberen te maken thuis, sowieso wil ik je het recept ook wel gewoon even op schrift toesturen. Dat is misschien wat makkelijker dan deze video een paar keer terug moeten kijken. Maar dan ben ik heel benieuwd hoe het is bevallen en of jullie het ook lekker vinden. Want misschien is het wel gewoon alleen maar een familieding en begrijpt verder niemand er iets van. Oké, dat is al beter. Deze is toch mislukt. Heb ik het nog zo gehad over dat je pan goed warm moet zijn. Maar ik ga hem gewoon lekker opeten. Het ruikt wel naar pannenkoeken en naar oma. Niet, oma ruikt het niet zo, maar doet me aan haar denken. Oké. Elke pannenkoek weer een beetje boter. En een lepeltje beslag. En dan is het weer afwachten. Een klein beetje opruimen ondertussen. Ik kook het liefst in een schone keuken. Ik ga ook even naar de comments kijken. Ja, de knoflook en de ui die ruik je wel. Maar je proeft hem niet hoor. Als je je pannenkoeken aan het bakken bent. Eten bedoel ik dan. Zo. Nou, dan gaan we dan weer. Dit ziet er al beter uit. De bekende gaatjes in de pannenkoek als hij ongeveer klaar is. Kijk, oma zou trots op me zijn. Mijn kastje is dicht door Ria. Konden jullie mijn slof zien? Oh, wat erg. Ja, je moet wat, hè, als je thuis bent. Ik ga de mislukte alvast even op een kleiner bordje doen. Hi Alina. In mijn beslag heb ik naast tarwebloem of volkorenbloem en amandelmelk en twee eieren, heb ik ook een paprika, een ui en een steentje knoflook en drie stukjes stemgember zitten. En het ziet er zo uit. Het zijn mijn oma's pannenkoeken. En ik heb ze al in geen eeuwigheid meer gehad. Maar de geur is echt een en al nostalgie. Voor mij. Niet voor jullie, denk ik. Dus het is echt leuk om dat weer eens te maken. Wat ga je anders doen op pannenkoekendag? Ik maak er nog één en dan ga ik uittunen en dan bak ik de rest. Want ik kan het niet zo snel als Jeffrey. Jeffrey Scholte heeft in 20 minuten echt 8 pannenkoeken eruit gejast. Indrukwekkend. Zo.
even mijn nieuwe roomboter in een kuipje doen. Dat vind ik altijd wat makkelijker werken. Ik heb hem niet zelf gehaald. Mijn vriend heeft heel lief boodschap gedaan. Want ik had dus last van mijn keel. Dus ik ben gewoon al 2 dagen niet buiten geweest. Ik wil niemand besmetten. Zo. Oh ja, iedereen kent deze truc wel. Een pannetje water met een bordje erop en een deksel of een ander bord. En dan blijft ze lekker warm. Zo, nou. Ik ben heel benieuwd of jullie pannenkoeken gaan eten en hoe ze smaken. Ik ga lekker rustig verder bakken. Bedankt voor het kijken allemaal. En als je zelf ook iets leuks wil uitzenden, neem dan even contact met me op via gina@eigenwijks.nl of via 06-333-42880. Want dan kunnen we even kijken of we alle leuke ideeën kunnen bundelen voor mensen die thuis zitten en die zich helaas moeten vervelen in deze, nou ja, toch wel voor iedereen gekke tijd. We moeten allemaal even wennen aan het nieuwe normaal. Dus mocht jij leuke ideeën hebben, hoeft geen pannenkoeken te zijn, laat het me weten. Dan neem ik het op in een soort Nieuw West TV programma boekje wat Eigenwijks heeft bedacht. Dus zo komen we met z'n allen de tijd wel door. Ondertussen, stay safe, be healthy en tot de volgende keer. Ik weet niet hoe ik dit moet stoppen. Zo.